Het is super vet. En daarom gaan we het er nu ook uitgebreid over hebben. Afgelopen week was Nintendo daar al met de Nintendo Direct. En daar werden wat oude games opnieuw uit de doeken gedaan. En die komen natuurlijk naar de Nintendo Switch. En niet alleen dat. Tijdens de Gamescom heeft Nintendo ook nog eens de Switch 2 al laten zien aan een select groepje mensen. Wij zaten daar helaas niet bij. Maar in dit item gaan we niet terugblikken. Niet vooruitblikken moet ik zeggen. We gaan terugblikken op wat Nintendo zo bijzonder heeft gemaakt. Het is vet. Ja, we zien al gelijk Jasper die heeft zijn hele verzameling hier op tafel gelegd. Ik wist niet dat we verzamelingen gingen meenemen. Dat had ik het ook gedaan namelijk. Nee, dat was ook niet per se de bedoeling. Maar als je het hebt meegenomen, dan moet je het ook uitstallen. Ik had het thuis op display staan. Ik denk, ja, fuck it. Misschien dat de kijkers direct allemaal warme gevoelens krijgen bij deze. Dat moet wel, toch? Ik krijg de meest warme gevoelens bij deze, bij de Game Boy Advance SP. Ja, er zit ook gewoon geen cartridge in. Spontaan krijg ik hier jeuk van, want ik weet dat er een vuil in dat ding kan komen. Ja, en ik weet ook dat Boris hier het liefst Advance Wars in zou klikken. Zit Advance Wars erin en die gaat er ook nooit meer uit. Ze hebben met Bison Kit gewoon erin geklikt, of niet? Het is oprecht een van de beste handhelds die ze ooit hebben gemaakt. Maar jongens, laten we bij het begin beginnen. Mm-hmm. Want wanneer speelden jullie je allereerste Nintendo game? Laten we beginnen met de oudste hier aan tafel. Joh. Ik weet nog goed, ik was een kleine jongen en met de paardentram ging naar het Leidseplein. Nee, ik denk dat ik had geen NES. Ik had geen SNES. Geen SNES? Nee, ik had wel de Game & Watch serie, dat had ik wel. Toen was ik echt nog klein, echt lagere schooltijd toen dat uitkwam. Ik had die Donkey Kong die je dubbel kon flapperen, die dus twee schermpjes had. Die was vet. En toen realiseerde ik me alleen niet echt dat het Nintendo was. Het was gewoon. Je was nog niet gegrepen. Ik was zeker nog niet gegrepen door Nintendo. Het kwam echt veel later. En ik heb zelfs een hele periode gehad, echt tot ver in de 20, dat ik echt gewoon me afzette tegen. Ik noemde dat dan een soort van videogame intellectuelen. Die gingen dan zeggen hoe fantastisch. En een hele lelijke Nintendo game was. En het was natuurlijk niet echt lelijk, maar mijn idee van wat een vette videogame was gewoon anders, weet je. Ik hield van schieten, ik hield van actie en niet van die kinderachtige shit. En pas toen ik zelf kinderen kreeg, is dat gaan veranderen. Is dat echt wezenlijk gaan veranderen. Heel veel later. Heel veel later, ja, zeker. Want ik was al eind 30 toen ik vader werd. Toen is dat veranderd. En ik moet je wel zeggen, de uitzondering daarop was de Game Boy Advance en de Game Boy Advance SP. En dat kwam door een aantal games. GTA Chinatown Wars, wat natuurlijk niet een Nintendo game was, maar wel een hele goede en game. Exclusive. DS game, toch? Ja, was een DS game inderdaad. En Advance Wars. En daar heb ik al, weet ik wat, 30.000 items over gemaakt, hoe fantastisch ik Advance Wars vond. Maar dat waren mijn twee uitzonderingen. Is dat dan ook gelijk Advance Wars, die, want dat is gewoon een logisch dan de eerste, waarbij het wel klikte en van nu ben ik verliefd op Nintendo design? Nee, omdat Advance Wars helemaal niet een typische Nintendo game is. Dat vind ik wel. Niet omdat het die characters heeft, maar qua gameplay. En toch gewoon iets doen ze iets compleet anders. En dan heeft het toch die Nintendo kwaliteit. Terwijl iets heel anders is. Maar ik snap wel wat Boris zegt. Het is niet een game. Ik heb Advance Wars niet heel veel gespeeld. Het voelde voor mij ook niet echt als een typische. Wat Nintendo doet is wel heel erg leunen op franchises met characters die heel erg appeal naar kids hebben. En Advance Wars heeft gewoon die guys en dat tankje en zo. Maar het is niet dat ik denk, oh ja, Advance Wars, dan komt er een soort main character naar voren. Advance Wars kan ook een Konami game zijn, bij wijze van spreken. Ja, of dat, precies Capcom of zo. Zoiets, ja, inderdaad. Ja. Nee, maar dat, dus dat. En pas vanaf de Switch, eigenlijk vanaf de Wii U, ben ik Nintendo fan geworden. De Wii U is echt een volledig ondergewaardeerde console geweest. Die dingen hebben gemeten verkocht. Hele vette games. Zijn ze bijna ook allemaal opnieuw uitgebracht op de Switch. En zijn ze vrijwel allemaal een succes ook nog eens. Maar dat maakt van de Switch gewoon echt een fantastisch platform. Omdat vooral in het begin hebben nieuwe consoles hebben ze niet zo heel veel games. Maar hier hadden ze gewoon die hele Wii U backlog die ze gewoon uitgebracht hebben. Die toch niemand had gespeeld. Precies, en dat was super vet. Wanneer was het voor jou? De allereerste aanraking met de Nintendo game. Dat was. Ik had zelf ook geen NES en Super NES. Wij hadden een Atari thuis, 2600. En Tuurlijk. Ik ging toen voor het eerst naar de basisschool. En daar maakte ik direct een vriendje. En dat was Niels. En Niels, zijn vader, die was de eigenaar van de videotheek in Appingedam, waar ik toen op school zat. Nou ja, ik weet niet of jullie, spreekwoordelijk wel eens in de honingpot hebben gezwommen. Maar voor mij was dat gewoon, toen was het klaar. Niels was echt de meest populaire jongen op school. Nou, ik had hem direct geclaimd. Dit is mijn beste mattie. Iedereen blijft weg.
weg, 100 meter vanuit die videotheek. Dat is allemaal voor mij. Ja. Dat is allemaal voor mij. En wat wij altijd moesten doen bij Niels thuis, dat achteraf is dat echt blasphemous, maar dan knipten we die doosjes zo, en zodat ze in zo'n videotheek ding konden. En ja, daar bij mij was het eigenlijk, ik weet nog dat ik daar voor het eerst binnenkwam, en toen hadden ze Super Mario World met Yoshi op de Super NES. Ik heb eigenlijk de NES overgeslagen en ben eerst op de SNES. Dat was mijn eerste blootstelling aan Nintendo. En dan vooral de games Super Mario World, Link to the Past, Zelda en Contra, Probotector, Alien Rebels. Hmm. Die drie games, zeg maar, die waren voor mij, ja, dat was een soort mind-blowing ervaring. En ja, dan kwam ik thuis en dan moest ik weer op de Atari Adventure gaan spelen. En dan dacht ik echt, ja, fuck dit. Dus op de duur had ik een schoenendoos, had ik zo'n rechthoek uitgeknipt. Dan had ik huishoudfolie achtergeplakt. Mario uitgeknipt uit de Intertoys gids. Die had ik op een CT-prikkertje gedaan. En dan tekende ik A4'tjes, tekende ik dan zelf Mario levels. En dan zat ik zo met die CT-prikkertje. Huilend, toch? Hopend dat je moeder de hint begreep. Echt mijn moeder te verketteren. En ik weet nog wel dat ik op de duur ook had gezegd zo van, de moeder van Niels, dat is een veel leukere moeder. Ja, die hadden gewoon altijd Yogo Yogo, lollies en Nintendo. Maar dat vond iedereen hoor, de moeder van Niels. Ja, mijn moeder had volkoren brood en suikervrij snoep, weet je. Ja, dus, je moeder van Niels zien. Maar ja, uiteindelijk shout-out naar mijn opa, die al niet meer hier is. Die zag het wel. Die zag in mij wat ik ook in mezelf zag, namelijk een Nintendo boy. En hij zei, jongens, hier joh, is een paar honderd gulden. Koop maar zo'n Super Nintendo. Wow. Nou, en ik weet nog dat die dag, zeg maar, ik was op voetbaltraining. Terwijl mijn broer, die had hem gewoon stiekem gehaald. Ja. Dus ik was wel een beetje boos op hem, maar ik kon die woede niet eens kwijt. Want ik zag hem zitten daar. Ik zei, motherfucker, die was al bezig. En toen zag ik op de tv, zag ik gewoon Link to the fucking Past in ons huis. En ik dacht echt van, what the fuck? Het universum is naar binnen getrokken door de deur. En wij gaan vanaf nu nooit meer een slechte dag beleven. En ik moet zeggen, die Super Nintendo, wat ik daar allemaal op heb gespeeld, dat heeft mijn jeugd echt... ik was er vroeg bij Nintendo. Heel goed. Ik weet niet of we nu direct de hele chronologie laten... dat was mijn eerste aanraking. Ja. En wanneer werd je verliefd? Nou, dat klinkt ook op dat moment wel. En die voetbaltraining, hè? Toen zat je bij de F'jes natuurlijk. Ja, ik was alles. Hoe ging dat seizoen? dat was direct reserve doelman. Kijk. Nee, dat was voor mij eigenlijk wel de eerste echte... de magie van Nintendo. Maar waar het echt helemaal misging met mij... dat was deze game, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Die staat er achterop al. The immersive storyline and environments draw players into an amazing 3D world. Dit is de game voor dit jou. Dit is de game der games. Als dit je is... Nintendo zegt, dan zeg jij Ocarina of Time. Mensen die dit hebben meegemaakt, dat zeg maar dat we van 2D naar 3D gingen en dat deze shit er ineens was, die weten de impact van deze game. Dat hoef ik niet eens te zeggen. Zeker nog, de games van vandaag de dag, die lijken nog steeds heel erg veel op deze. Ik krijg oprecht gewoon fucking kippenvel. Dat is toch niet normaal? Als ik van aan deze game denk. Gewoon... Ja, dat heb ik ook als naast Boris zit hoor. Ja, dit is gewoon... denkt in voetbaltraining. Kijk, en dan, weet je wat het is? Ik bedoel, gamen was natuurlijk altijd een beetje koddig. Op een bepaalde manier, het was 2D en 3D was altijd een beetje clunky. Dan kreeg je, ja, Starwing was heel vet, maar ik bedoel, het zag er niet uit, weet je wel? Even eerlijk. Dat is wat de Nintendo 64 natuurlijk veranderd heeft. Want dat begon natuurlijk met Mario. En ook eigenlijk wel met Pilotwings volgens mij. Die allebei zo fucking... Ik weet nog dat ik dat zag, dat ik daar stond te kijken. Stond ik ook met Rogier volgens mij. Stonden we bij de Fame in Amsterdam Pilot te Wings kijken. Pilotwings 64, ja. Ziering, wat gebeurt er nou hier? Onze kop ontploft. Dit is te mooi voor woorden. En de N64 bracht natuurlijk 3D. En eigenlijk direct naar een soort nieuw level. En zeker. Zelda vergelijk even met de PlayStation 2. De PlayStation 1 die tegelijkertijd uitkwam. Ongeveer die periode. Een jaartje ervoor volgens mij. Die was nog wat pixelig. En af en toe... Die textures die dansen nog wat. Net zeggen, het was bijna een generatieverschil hoor. Los daarvan, even, dat is voor een ander item. De PlayStation 1 heeft echt knallers uitgebracht. Die zijn echt legendarisch. Maar wat voor mij deze game, waarom dit hem voor mij was, is het alles kwam bij elkaar. Het was een hele soort van coherente, soort van solid wereld met fantastische muziek. Een super vet verhaal. Maar wacht even, je had een SNES gekregen toen je van een voetbaltraining kwam. Ja. En opeens ben je bij de N64 zomaar... Ja, zeker een goede 10 jaar uit je leven. Dit is een... wij hebben die SNES denk ik gekocht in 1996 toen de N64 net uitkwam. Joh, 96. Daar hebben we toen twee, drie jaar super veel op gegamed. En toen konden wij... Wij zeiden ook toen zo van ja, 3D is helemaal niet nodig, weet je. 2D is hartstikke vet. Maar ja, toen zagen wij op de duur bij de Intertoys af en toe die Nintendo 64. En toen had ik hem een keer in Slotervaart bij de Videoland had ik hem een keer gehuurd. Hoe oud was je in 96? 10. Oh god, toen verschreef ik al voor de puur, man.
Ja, toen las ik wat jij schreef. Geen grap. Ja. Nee, daarom. Ja. What comes around, comes around. Ja, ik was geen Nintendo-fan, weet ik nog wel. Nee, want ik weet nog niet. Stom. Dit was, Jurgen had deze game een 10 gegeven. Dat was wel een Nintendo-fan trouwens. Dat was zeker een Nintendo-fan, ja. En toen had ik zoiets van, ja, als je die stomme... Je Triforce volgens mij op zijn been getatoeëerd. Ja, inderdaad. En een Nintendo-logo. En hij gaf dit een 10. En ik had zoiets van, ja, als je die stomme grijze wolf een 10 geeft, dan is Dead or Alive Beach Volleyball met prachtige in het beeld jumpende tieten. Een 12. Dat was minimaal ook een 10, weet je. Dus dat is een beetje hoe ik er toen tegenaan kijk. Ja, en is dat nu veranderd? Heb jij deze game uiteindelijk nog gespeeld? Of? Nee, het is nooit veranderd voor deze generatie Nintendo games. Want om heel eerlijk te zijn, Zelda is een vak apart, weet je. Ik bedoel, Mario games zijn echt super toegankelijk. Ja. Dat, serieus, al heb je nog nooit een Mario game gespeeld. Je gaat City speelt, het is fantastisch. Iedereen, voor kinderen, weet ik, voor iedereen is dat leuk. Ja, Zelda is dat absoluut niet. Nee, Zelda is gewoon wat anders. En het is vaak wat donkerder. Er zit wat meer verhaal aan. Er zit wat levenswijsheid zit er ook in. Het is wat meer uitgebreid voor spelers die wat meer challenge zoeken. Maar het ding is van... Maar voor mij, ik had ook Zelda Link to the Past op de Super Nintendo in die tijd. Ik was daar te jong voor, man. Echt, ja. Ik wist niet eens wat ik moest doen. En dan, je moest tegen mensen gaan praten. Geen idee welke kant ik op moest. Je wordt heel erg aan je lot overgelaten. Wat ik heel erg cool vind aan Zelda tegenwoordig. Maar op dat moment, ik kon er niks mee. Het had ook te maken met de taalbarrière. Hè? Want ik weet nog wel dat ik wel alles aan de moeder van Ik had ook de Niels Duitse versie, dat moet ik er wel bij zeggen. Ja, kijk, daar ging het. Die was dat net iets goedkoper, hè? Ja, maar goed, de herinnering die ik dan nog wel wil delen over deze game, wat voor mij echt wel een soort van... Ja, je hebt van die momenten dat je gewoon een soort nieuw level in gamen meemaakt. En toen je hebt op de duur Hyrule Field, de overworld. Mm-hmm. Ja. Dat de eerste keer dat ik daar kwam en ik zag 3D bomen, ik echt gewoon de controle neergeflikkerd. Ik gewoon, mama! Weet je, direct mijn moeder naar de kamer en die stond ernaar te kijken. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar in deze tijd had je namelijk ook al PC-games. Ja. Die waren echt niet slecht. Er gebeurde al van alles. Ik zag laatst een heel ding. Maar heel anders. Ja, anders. Maar onderschat niet, Boris. Ik woonde echt in een fucking kutgehucht. Letterlijk gewoon. Ik had één buurman. Appingedam, zei je. Nou, maar toen we zijn verhuisd destijds. Toen woonden we echt in the middle of buttfuck nowhere. Echt gewoon in een boerderij. Helemaal tegen de dijk aan. Vet. Dus wij waren in een soort van mediabubbel zonder internet. Dus dit was echt onze portal naar een andere wereld. Ik weet niet of mensen daarnaast internet hadden, hoor. Inbeldingen misschien, maar... Ik weet wel dat mijn stiefpa, die woonde in Delfzijl toen, die had wel internet al. Dan kon je een beetje plaatjes zoeken van Quake en zo, maar voor de rest nog niks. Okay. Maar deze game heb ik in één zomer 7 keer uitgespeeld. En toen ik in de brugklas kwam, toen was ik de Nintendo hotline. Er gingen gewoon klasgenoten mij bellen. Die zaten allemaal vast bij de Forest Temple. Mm-hmm. Zo diep zat ik hierin. Maar goed, uiteraard ben ik ook benieuwd naar jouw eerste... Mijn eerste ervaring is... Denk ik, dat weet ik niet helemaal zeker meer, maar of op de PC geweest met Super Mario Bros. Maar wat op de PC? Ja, die niet, maar niet. Mario, of? Nee, niet zeg maar de Super Mario Bros. Zoals je die kent van de console, maar weet je, die in die riool met die verschillende die muntjes platformen. Die was ook op de Atari. Je moest je van onder raken en dan kon je ze eraf trappen en dat soort dingen. Zeg maar die arcade game. Ja, die was ook op de Atari. Ja, die arcade game in de Riolen. Volgens mij heb ik die op PC gespeeld destijds. Maar als het niet dat moment is geweest, dan was het bij mijn oom en tante. Die hadden thuis een Nintendo 8-bit staan, een Nintendo Entertainment System. En daar zaten we iedere verjaardag met alle neefjes en nichtjes. Zaten we al eentje met de controle en zaten we echt met... Ja, weet je, naar die tv te kijken, we wisten niet wat er gebeurde met Super Mario Bros. De allereerste. En dan wel echt de sidescroller. Maar en hebben jullie de Mega Drive? Was dat niet een. Want dat was voor mij namelijk heel erg de tegenhanger tegen de SNES. Ja. En ik vond de Mega Drive toen dus vetter. Ik vond het cooler, omdat ik een Sonic fan was. En maar Mortal Kombat had bloed. Dat was het hele ding. Mortal Kombat had bloed. Maar ik had voor mijn 7e verjaardag had ik een Super Nintendo gekregen. Ja, en dan weet je hoe dat gaat. Ja, ik heb wel de Mega Drive, die leende ik wel eens. Maar dan wilde ik altijd wel binnen een week wilde ik toch weer mijn Super NES terug. Want er was iets... Ik leende hem ook wel. Ik vond de Mega Drive had meer games die wat minder diepgang hadden, maar wel wat stoerder waren. Maar je had veel niet stoerder. Echt Zelda veel shit stoerder. Of zo, dat had ik niet. Het was wel stoerder inderdaad. Ja. Die hele weirde muziek, die vreemde soundchip. Dat en het is ook allemaal... een gekke tijd van nog wanneer een game op twee verschillende platformen kwam. Eén en dezelfde game. Waar het soms compleet verschillende games zelfs. Hebben ze alleen maar hetzelfde voorkantje en dezelfde titel. Mm-hmm. Andere studio's. Ja, Contra bijvoorbeeld. Oh, dat weet ik niet eens. Maar jij was natuurlijk ook wel 10 jaar ouder sowieso. Dus ik denk 10 jaar? 20 jaar denk ik. Hoe oud ben je nu? Ik ben 37. Oké, nou,
14 jaar. Ja, ik denk gewoon dat, kijk, voor een kind is natuurlijk Nintendo ook heel appealing, 16, weet je wel. 17 jaar. Wat? Ja, sorry. En ik denk ook wel, kijk, voor een kind is Nintendo heel appealing. En ik denk dat, ik was gek van de Ninja Turtles. En op de Super NES had je Turtles in Time. Die huurden wij altijd. Ja, dat was gewoon, voor mij was de soundtrack van Turtles in Time. Ik heb echt jarenlang gezegd. Nee, dit is nog steeds geweldig. Was mijn lievelingsmuziek. Dat zei ik ook op schoolplein. Zei ik, ja, het is gewoon de vetste muziek ooit gemaakt. Overdrijven is wel een vak voor Nintendo fans. Dat vond ik echt als kind. Oprecht de Turtles in Time soundtrack, die is ongeëvenaard. Sewer Surfing. Ja, nou, dan weet je al genoeg. Dan gaat het dak eraf. Ja, hij kent Sewer Surfing niet. Als hij die had gekend, dan weet hij dat het Neon Knight Riders is mijn ringtone, hè, als je me nu belt. Nou, kijk, dat is awesome. Ik dacht dat het een item ging worden wat heel erg juist een overview ging worden van wat er allemaal van Nintendo uitkwam. Maar we blijven heel erg hangen in dat... Toen jullie zes waren en voor het eerst iets zagen bewegen op tv. Nou, de eerste twee vragen die hier op mijn lijstje staan. Ook, wanneer speelde je eerste Nintendo game? Nou, die hebben we beantwoord. Wanneer was het liefde op het eerste gezicht? Nou, dat was bij mij pas bij de Super Nintendo. Toen ik echt die console zelf thuis kreeg. En nogmaals, ik wilde een Sega, maar ik kreeg een... Wat kostte een game voor de N64? 160 gulden. Ja. En, 160 gulden. Deze, op de N64 had je zelfs 229 gulden soms. Ja, sommige waren nog een paar duurder, inderdaad. Dat was echt insane. Wauw. Maar, en hoe deden jullie dat met die games? Sparen? Kontje verkopen. Kontje verkopen, ja. Appingedam, centraal. Achter het station. Altijd zo. Het ding was wel, op een gegeven moment had mijn vader Desert Strike voor me gekocht. Oh, die game, super vet. Maar ook wederom was ik net wat te jong voor. En dus ik had het wel gespeeld, maar het was te moeilijk. En we hadden twee games. Castlevania en Desert Strike hadden we gekregen. Maar allebei te moeilijk gewoon voor mij. Dus op een gegeven moment had hij mij teruggenomen naar zijn werk. En had hij het geruild met iemand op werk voor andere games. En eentje was daarvan Mario Kart. En dat was... Ja, vet. Sick. Ja, ik weet nog wel dat wij heel lang hadden gespaard voor Donkey Kong Country 3. En die was toen bij de Vromen Dreesman, was die 189 gulden. En mijn moeder heeft echt gewoon, die heeft gewoon boven het dak geklommen bijna van, dat gaan jullie echt niet doen. Ja. Je gaat niet 189 gulden uitgeven aan een fucking game. Wij hebben het gedaan en dat was een magische herfst. We hebben alleen maar ze is niet van het dak gesprongen. Nee hoor, ze heeft ons gezien. Ja, het is helemaal niet goed voor jullie, die games. We zaten gewoon... Ja, de games waren vroeger relatief veel duurder dan nu. Ja. Veel duurder dan nu. En mensen denken dat het nu juist duurder steeds wordt. Nee, het is nog steeds relatief gezien veel goedkoper dan... Toen 189 gulden toen was godsvermogen. Was echt een fucking godsvermogen. Ja. En nu is 100, of wat is het nu, 80 euro. 60, 70 euro. Ja. Dat is relatief weinig. Weet je? Ik bedoel, het is niet weinig geld, het is heel veel geld. Maar iedereen kan het wel... voorloven. Nou, je moet je voorstellen, het was een tijd, en ik ging toen al uit, dan kon je met 25 euro ging je een avond uit en dan had je wiet gerookt en kwam je dronken thuis. Ja. Voor 25 gulden. Ja, dat is tegenwoordig. Dat kun je niet meer voorstellen. Dat kan je niet meer voorstellen. Nou, als je knetterstoom bent en je neemt een paar biertjes, gaat het ook hard. Nee, maar serieus, dat is een zak chips en een fles cola verhalen in de supermarkt. Nee, dat bedoel ik. Het is 10 euro, man. Dit is niks. 10 euro is gewoon, dat is kleingeld geworden. Dat is bizar. Maar goed, oké, inflatie verhalen daar gelaten. Ja. Eventjes over dit tijdperk heen stappend. Want we blijven lang hangen hier in de vroege... Ik heb het wel een beetje zeg maar uitgelokt met al deze oldschool shit natuurlijk. Oké, dan nog één oldschool ding. Ik vond... Ik en mijn vrienden, mijn gamende vrienden... Want we hadden, als je met je vrienden gamet, dan deel je dat heel erg. Ja. Voor ons was een van de belangrijkste redenen om voor een bepaalde console te kiezen... of een bepaalde console te kopen of een bepaald platform te kopen... is hoe makkelijk kun je gekopieerde games krijgen. Nou, daarom heb ik een PlayStation gehad uiteindelijk. Een Amiga, een PlayStation, maar ook de NES en de SNES met de copybox. Ja, ik kan het me allemaal nog herinneren. Dreamcast was echt serieus. De copybox, even voor de duidelijkheid mensen. Waarschijnlijk moest je die importeren. Ik heb geen idee. Mattie van mij had die, de copybox thuis. Die kon je wel kopen. Die kon je op je Super Nintendo zetten, geloof ik. Ja, je sloot hem aan en achter. Ja, en dan kon je een cartridge erin zetten en een diskette. En dan kon hij de cartridge op de diskette zetten. Ja. Dat was fucking gruwelijk. Ja, ik weet nu dat het bestaat, maar in die tijd, dat hadden wij in het Hoge Noorden niet. Dan moest je echt... Nee, dat is gewoon... Dat nou, er werd ook niet over gepraat in de media. En ik weet ook nog heel goed dat bijvoorbeeld bij de PU werd daar helemaal... je mocht er echt niks over zeggen. Weet je, terwijl iedereen deed dat natuurlijk, maar je mocht daar echt niks over zeggen. Dat was echt een dingetje. Een soort omerta. Maar in ieder geval die Nintendo consoles, want N64 bij mijn weten, dat ding is nooit gekraakt geweest. Waarschijnlijk vergis ik me, is het misschien niet gebeurd, maar omdat je met die cartridges maar niet mainstream in ieder geval. Ja, en de cartridges, dat was inderdaad het probleem, want de PlayStation,
dat is ook een van de redenen waarom ik hem heb gekregen. Ten eerste, hij was goedkoper. Ja. Ik wilde heel graag, nadat ik de Super Nintendo had gehad natuurlijk, wilde ik een Nintendo 64. Mijn pa wilde er ook eentje kopen, maar mijn pa was ervan overtuigd. Ja, die cartridges kunnen ook gewoon een Nintendo 64, weet je wel. Hij was zijn tijd ver vooruit, kennelijk. Zeker. Want hij dacht, die shit is natuurlijk backwards compatible. Als ik een Nintendo 64 ga kopen... Dan wordt 2D ook 3D. Ja, maar ik bedoel, dan is die andere shit toch niet meer waardeloos. Wow. Dus die ging naar de winkel en toen kwam hij erachter. Dat was 400 gulden, geloof ik, een Nintendo 64. Maar niet backwards compatible. En toen kreeg ik de PlayStation. Maar, PlayStation was veel duurder in het begin. Ja, klopt. Ja, ik denk 499 was die, maar hij kwam een jaar eerder uit. Dat is veel meer, 699. Ja. Oh ja, wij hebben hem gekocht voor 499 in ieder geval en dat was een NBA Jam bundel. Rejected. Ja, die shit was insane. En maar letterlijk, we kochten hem bij Moderne Electronics en die guy zei ook van, moet ik hem voor je ombouwen? Gewoon net nadat we hadden afgerekend. Ja, tuurlijk. Ja, is goed. Ja, oké. Okay. Kom over een weekje terug. Krijg je hem. Toen kregen we de PlayStation. Moesten we alleen nog een RGB's kartkabel erbij kopen. Want als je Amerikaanse games speelde of 60 hertz games, was het beeld zwart-wit. Weet je wat het wel was? Ik had ook wel een PlayStation af en toe. Die leende ik dan van zo'n jongen, die kende ik. Die kwam een beetje uit de gure buurt van Delfzijl. Die had ook al die shit, weet je. Die al die games. Oh, zeker man, kun je lenen? Nou, dan had ik echt allemaal hele weirde games. Maar ik speelde het allemaal heel even. Kijk, wij hadden een N64. En omdat we niet veel geld hadden, was ik eigenlijk gedwongen altijd aan de budgetbak, was ik aan gebonden. En ik heb daardoor, ik heb echt uren, weken Wayne Gretzky's 3D hockey, die was 25 gulden. Dat had ik gewoon gekocht, want ik vond die sportlogo's altijd vet. Ja, ja, dat was super dope. Hebben we gewoon 2-2 gespeeld met vrienden, echt jarenlang. Ja, en omdat ik eigenlijk zo'n budgetbak, Ik moet ook zeggen dat ik in hindsight, ben ik eigenlijk niet blij geweest dat ik mijn PlayStation omgebouwd heb gehad. Het is een beetje tainted of zo, weet je? Nee, niet zozeer daardoor. Ik heb geen één game op dat moment echt helemaal uitgewoond, zoals wat hij zei. Ja. Maar dat heeft niet met het kopiëren te maken. Ik snap het. Nou, bij mij wel. Want het was gewoon zo. Ik had op een gegeven moment echt meer dan 100 games of zo. Want we gingen ze vaak huren in de videotheek. En dan had ik thuis een brander in mijn PC. En binnen anderhalf uur duurde dat, was hij wel gekopieerd. Maar anderhalf uur. En als je hem gekopieerd hebt, op een gegeven moment had ik 100 spellen. Maar gewoon de hele tijd als, oh, zit ik hier, wordt het een beetje moeilijk? Fuck it, ik ga een andere game spelen. Ja, weet je? Wordt het een beetje moeilijk? Fuck it, ik ga een andere game spelen. En als je maar 3 games hebt en je hebt daar volle pond voor gelapt, ja, dan ga je die helemaal uitbouwen. Ja. Nee, maar dat is het ding. Dus het gaat er niet om dat die games zelfs niet gekopieerd zijn. Het gaat erom hoeveel games heb je. Ja, en daar ben ik ook geen fan meer van Game Pass, om heel eerlijk te zijn. Ik vind de value proposition, de waarde, die is absoluut. Ja. Maar gewoon het feit, omdat je zoveel van handen hebt. Ja, ik heb hetzelfde hoor. Ik duik niet meer volledig in één game. Kan niet goed omgaan met overvloed. Het is gewoon overvloed aan games. Ja. Ik heb het niet, omdat ik sowieso mijn tijd is schaars. Dus ik kies echt heel bewust uit wat ik speel. En dat had ik toen niet. Maar ik had wel zoiets van, ik speelde de games die ik vet vond, speelde ik echt uit. Ja. Maar het waren altijd... Ja, ik dus nooit. En daar baal ik achteraf van. Ja, nou ja, ik denk dat je... Weet je, je moet jezelf ook soort van een beetje focussen. Ik had natuurlijk ook... Ik denk dat we het over dezelfde tijd hadden, toen jullie nog op school zaten en ik dus al gamejournalist was. Dus aan maar dan had je gewoon in die tijd dat je... Ja, ik speelde die games gewoon echt ver. Weet je? En vooral in die Dreamcast periode die hier net nakwam. Weet je, dat is PlayStation 2 en Dreamcast. Dat was, Dreamcast was echt mijn console. Dat vond ik zo fucking vet. Daar heb ik bijna alles wat erop uitkwam helemaal uitgespeeld. Sick. De Shenmue's en weet ik wat. Dat vond ik echt fantastisch. Ja, Dreamcast was geweldig. Maar ook weer dat kopiëren, weet je. En dat is gewoon het... Daar was het nog makkelijker. Dat je, volgens mij hoeft hij me niet eens om te bouwen. Volgens mij kon je gewoon bootdisk erin zetten. En dan was dat En later waren die gekopieerde games kwamen met die bootloader tracks erop. Maar goed, in ieder geval, die N64, ik zweer het je, die is echt voor een groot gedeelte niet geslaagd. Ik wil niet zeggen dat hij geflopt is, want Nintendo fans vinden het een fantastisch product. Als je de PlayStation niet kon ombouwen, waren er 100.000% veel meer Nintendo 64. Maar dat is het hele ding. Ja. Maar, en daarom denk ik dat Sony heeft willens en wetens Nintendo getorpedeerd door die kopieerbeveiliging zo kut mogelijk te maken op de PlayStation. Ja, ik vind het moeilijk om toe te geven, want ik was vroeger N64, dat was echt de eerste console waar ik echt helemaal soort van, ja, ik stond voor die console. Ik bevocht op het schoolplein, zei ik, dit is de vetste console, jullie hebben pixels, wij hebben polygonen, die zijn smooth, maar als ik heel eerlijk ben, de Nintendo 64 was wel een gemankeerde console. Er waren een aantal design flaws in, dat die pookjes altijd lam werden, dat was een beetje jammer.
Maar ik denk... Maar wel maar, gewoon een analoog stick vanaf day one. Er zijn volgens mij 331 games uitgekomen in totaal voor de N64, waarvan ik nu een derde fysiek in mijn bezit heb. Nou ja, dat kan je van bijna geen enkele console zeggen, dat je een derde van de gamecollectie hebt. Ja. De PlayStation 1 had... Ik, ja, 1200. Ja. Misschien wel meer zelfs. Ik moet alleen wel zeggen dat... Ja, de Nintendo 64 had wel een aantal... Ja, weet je... Ze, ja, kijk, de Gran Turismo's die de PlayStation had, die had je niet op Nintendo. Maar Zelda... De games die Nintendo had, die goed waren, Banjo-Kazooie, Zelda, die waren op zo'n hoogte, zeg maar, eenzame hoogte, dat... Ah, ja, je hebt wel een third party gebeuren waar elke Nintendo console last van heeft. Als third party moet je concurreren met Nintendo first party titels. Dat is gewoon heel erg lastig. Kijk, ik denk dat elke fanboy in die tijd, en ik zeker, wij hoopten altijd nog op soort van... Er moest een soort magische game nog gaan komen die Sony en Nintendo naast elkaar zou zetten. Maar ja, we hadden in theorie hadden we de betere console, maar het werd gewoon niet... Ik kan me nog herinneren, ik ben toen... ik ben op trip geweest toen naar Nintendo in Seattle zitten ze. En, of zaten ze toen, ik denk dat ze daar nog steeds zitten. En ik kwam aan op dat, en het was zo'n weirde trip, want ik landde op Seattle Airport. En toen was er net een vliegtuig neergestort wat onderweg was naar Seattle Airport. En dat was een soort vlucht vol met studenten die aan een party waren in Mexico van Alaska Airlines. En die waren voor de kust van LA ergens neergestort. Maar die waren onderweg naar Seattle. En toen kwam ik aan op dat vliegtuig of vliegveld. En er zaten dus allemaal, stonden cameraploegen en mensen huilen en toestanden. En ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? En dat zette al die toon voor die trip. En ik weet dat we toen, het was een hele dikke trip. Weet je, dat was... Het was heel tof en ik was nog nooit in Seattle geweest. En dit was op de achtergrond. Was dat. En ik weet dat we bij Nintendo toen... we zaten daar te wachten. En toen kwam Howard, nog wat heette die guy. Hij was ook de directeur van de Seattle Mariners. Hij was toen ook de directeur van Nintendo. Yeah. En hij, hij is ook... Er is een Tetris documentaire nu toch op Netflix. Mm. Hij is degene die samen met... niet met... Miyamoto, maar een van die andere directeuren van Nintendo, toen naar Rusland is gegaan voor de rechten van Tetris. En hij vertelde dat verhaal, eigenlijk het hele verhaal van die documentaire, vertelde hij daar op dat podium. En toen zei hij, maar nu gaan we kijken naar de en dat moest dan de PlayStation killer worden. En dat was Conker's Bad Fur Day. Dat was die Rare game, weet je. En Rare nog echt magisch was. Nou, het was serieus, iedereen werd helemaal wow, Conker's Bad Fur Day. En ik zat er naar te kijken en ik had zoiets van, weet je, het was wel geinig, maar zo vet was die game niet. Weet je, het was. En ik had gewoon zoiets van, ja, maar alles wat op die trip was anders dan het zich voordeed. Weet je, ik bedoel. Het... Maar de Conker's Bad Fur Day was wel echt een stijlbreuk met al het andere wat daar uitkwam bij Nintendo. Ja, maar daarom had ik ook. Maar daarom was iedereen zat er zo op te wachten. Want het zou de nieuwe Rare-titel worden. En dan, nou, dan weet je het wel, weet je. En het gebeurde niet. En Conker's Bad Fur Day is best wel geflopt. En daarom heb ik zoiets van, ja, dat ze altijd aan die N64 blijven plakken. Omdat ze gewoon aan het opboksen waren tegen PlayStation. Mm-hmm. Wat Nintendo nooit deed. Nintendo hoefde tegen niemand op te boksen. Weet je, ja, SNES waren ze... Ja, maar die waren ze de baas. Weet je, SNES, dat was heer en meester. Ook die Mega Drive. Weet je, het was niet een slechte console. Maar die Mega Drive moest het bij wijze van spreken hebben van het geweld en het bloed en weet ik veel wat. Ja. Zeker. En alsof ze het moesten hebben van de porno. Weet je, hoe VS gewonnen heeft van Betamax. Weet je, ik wil gewoon met porno. En dat is, ja, weet je, en bij die N64 gebeurde er opeens iets anders. Dat was gewoon dat Sony daadwerkelijk met een platform kwam waar games... En het is een goede vengeance story, hè? Ja, wat ik net Ik bedoel, Nintendo, die heeft de Sony echt in het hemd laten staan. Mm. Want die zouden samenwerken voor hun Nintendo PlayStation. Waar laatst een prototype van is opgedoken, hè? Echt super bruut. En die het ook nog eens deed, inderdaad. En... Ja. Ja, en dat ze zo vervolgens de vloer aanvegen. Want daar heeft Nintendo tot de dag van vandaag last van. Ja. Het grappige is eigenlijk wel dat als je kijkt naar de Dreamcast en de PS2 en de N64 en de PS1, zijn eigenlijk een beetje soortgelijke verhalen. Van de Dreamcast was eigenlijk ook wel een console met... Ja, de potentie was er wel, maar de support van developers was er dan net niet, zeg maar. En de PS2 had zo overweldigend veel games. Nee man, het was een marketingverhaal. Ja, maar dus, ook dat. Maar de eerste 7 maanden was er bijna niks te koop voor de Dreamcast. Hè? Pen Triathlon. In Nederland bedoel je? Nou, volgens mij was de launch line-up Space Channel 5, Pen Triathlon, Sonic Adventure. Ik kan me nog herinneren. Nee, er was veel meer. Maar voor mij was het vooral dit. Hoe het bij ons leefde, in ieder geval in Arnhem dan. Even wachten op PlayStation 2. Ja. Weet je, hij kwam net 1,5 jaar ervoor, weet je wel. En iedereen had zoiets, binnenkort komt PlayStation 2. Dreamcast ziet er heel vet uit.
Mm-hmm. Even wachten waar PlayStation mee komt. En het kutte was dat Dreamcast was veel beter dan de PlayStation 2. Maar het is gewoon Sony marketingbudget geweest. PlayStation 2 is ook wel heel erg goed hoor. En ja, had een DVD-speler natuurlijk. Dat was wel. PlayStation dat 2 is ook heel erg gegroeid. Hè? Maar goed, de discussie gaat nu wel trouwens. Ja, ik wou het zeggen. Dit is een Nintendo-item, jongens. Laat ik het zo zeggen. Want dit vind ik wel een vraag die bij mij in ieder geval ook wel wat losmaakt. Heb je Nintendo altijd lief gehad? Of zijn er periodes geweest dat je Nintendo helemaal links liet liggen? Want ik heb dat zeker wel. En ook heel overduidelijk waarom. Ja, ja, ik heb dat eigenlijk met de Wii U wel een beetje gehad. En, waarom met de Wii U? Ja, ik vond de hardware van de Wii U, die controller, die moest ik elke 3 uur moest ik die opladen. Ja, die was maar die kon je gewoon niet in de draad houden, toch? Ja, 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 klopt. Ja, ik weet niet. Er was iets met de Wii U. Ik weet niet. Het kwam gewoon bij mij niet helemaal uit de verf. Ik heb er wel echt veel. Ja, ik heb Breath of the Wild erop gespeeld. Veel van die party games. Je had ook wat is Wii U Play en zo. Dat was echt wel heel gaaf. En ook die asymmetrische gameplay, dat was super vet. Maar ik had zoveel plezier met de Wii gehad eigenlijk. Dat vond ik best een toffe console met ook gewoon heel veel games. Ik heb bij mij compleet tegenovergesteld. Ja, de Wii U werd ik weer een beetje verliefd op Nintendo. De Wii, dat zijn voor mij de Dark Ages van Nintendo. Nou ja, zijn Mario Galaxy 1 en 2 op uitgebracht. Wat in mijn optiek, samen met Ocarina of Time, dat is maar, de top 3. Dus. Weet je merkt op een gegeven moment, ze hadden een home run geslagen. Want die shit was niet aan te slepen. Zelfs mijn ouders speelden Nintendo Wii. Maar je zag ook van, zij waren ook verrast door het succes, denk ik. En in één keer gingen ze alles zo toegankelijk mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Elke kut game had die fucking kut motion controls erin. Maar het was een hype, man. En het was een lege hype. Maar ze gingen vol in op die hype. En ik denk dat de meeste mensen letterlijk alleen de Nintendo Wii hebben gehaald met Wii Sports. En dat was het. Maar dat is ook echt waar. De attachment rate, zoals dat heet. Weet je, de hoeveelheid games die verkocht worden per verkochte console. Ja. Die is bij de Wii was die 0,8 over een lifetime. Hè? Ja, nou, dus dat betekent dat heel veel mensen hebben dus gewoon geen games gekocht voor de Wii. En daar vond ik het echt een achteruitgang. Want ten eerste, ik had al gelijk van die motion control. Het is cool voor bepaalde dingen. Het was even leuk. Ja, maar inderdaad, het is een gimmick. Wii Sports de meeste het was, ik vond het gewoon geen vooruitgang ten opzichte van de GameCube. Ik bedoel, in de Mario Galaxy moest je dan die sterretjes, dat was kut. Maar het is voor mij simpel. Kijk, en dit is misschien een beetje hetzelfde argument wat Boris net aandroeg, is de Wii was om te bouwen. En ik had er een harde schijf aan. En alles wat erop uitkwam, dat download ik gewoon. En ja, bedoel wat ik zei, Mario Galaxy 1 en 2 voor mij alleen al, die games, die rechtvaardigen voor mij al die crap die erop uit is gekomen. Maar ik ben het met je eens dat de motion controls, ja, die waren, dat had voor mij ook niet gehoeven. Maar de Wii U, zeg maar, die doolde nog wat verder. En bij de Switch had ik het idee dat al die halve concepten één geheel werd en toen klopte het weer. Nu is Nintendo... Nintendo Switch was gewoon gericht op, of de Nintendo Wii was gewoon gericht op niet-gamers. En de GameCube was heel erg een gamers ding. Dus ik vond het een achteruitgang. 130 miljoen verkocht of zo? Van ja, drie? Dat wel. Maar volgens mij zelfs nog. Maar het grappige, maar als je dan vraagt, want ik heb heel veel discussie erover gehad. En als je Nintendo bijvoorbeeld vraagt van, hoe zit het met het succes van de Wii? Dan zeiden ze van, ja, zeker in die tijd zeiden ze van, ja, we hebben de mainstream ontdekt. Maar het ding was, mensen vonden het grappig om dat ding te kopen. Ja. Omdat Nintendo zo'n ontzettend goede naam had. Ja. Dus ze hadden 25 jaar, op dat ogenblik hadden ze 25 jaar gebouwd aan die naam. Weet je, Nintendo als gaming brand. Vervolgens brengen ze een product uit, wat ook nog eens een keer relatief goedkoop was. Hè. Ja. Lag overal in de winkels. Het was met die controllers was ontzettend toegankelijk. Mm-hmm. En Nintendo dacht echt van, we hebben een nieuwe doelgroep bereikt. En op een gegeven moment realiseerde zich van, die mensen kopen geen games. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in die games. Nee. En toen sloeg de paniek toe. En toen is de Wii U is eigenlijk volledig verkeerd in de markt gezet, verkeerd product geweest. In elk opzicht is dat gewoon verkeerd geweest. Ik zeg, dat heeft Iwata ook echt zijn leven gekost gewoon. Mm-hmm. De stress rondom die launch. En ik denk dat nu pas, of met de launch van de Switch, hebben ze eigenlijk de kennis van de Wii, wat ze daar hebben geleerd, hebben ze toegepast op een volgende generatie. Wii U is een verloren generatie geweest. Ja, maar weet je wat ik nog wel even wil toevoegen aan het verhaal van de Wii? Hè? Want waarom ik daar toch Virtual Console werd op de Wii geïntroduceerd en hij had backwards compatibility met de GameCube. Dus voor mij was het bijvoorbeeld wel makkelijk om mijn GameCube te verkopen met een paar games die ik niet vet vond. En ik nam wel die library mee. Dus ik denk wel dat Nintendo, het idee erachter van, ze hebben die mainstream markt, maar mensen kunnen ook in de vorige generatie tappen. Dan kunnen ze gewoon nog, de Wind Waker erin klikken en een GameCube controller erin doen. Behalve en Virtual Console. Als jij een GameCube game wilde spelen,
moest je wel die fucking sensor bar neergezet hebben en de Wiimote. Ja, want ja, je kon niet via de pijltjes... Dat is fucked up, maar ja. Laat ik dan nog één laatste argument in de strijd gooien. Dat is gewoon de muziek van de Wii Shopping Channel. Dat is gewoon een vibe. Dat zet je gewoon aan en ja. Dan ging je gewoon zitten. Ja, we hebben het eigenlijk helemaal niet over de GameCube gehad. Maar, vind ik de beste console. Ik vind dat... ik vind de Switch inmiddels beter. Ik vind ook de Advance SP, Game Boy. Ik vind de DS eigenlijk ook in veel opzichten heel goed. Mm-hmm. Maar de GameCube was... Het klinkt stom, maar die kleine... cd'tjes die erin moesten, dat was super vet, weet je. Mm-hmm. Hoe kom je erbij om die kleine dingen te bedenken? Ze moesten, precies wat je zei, bij Nintendo 64, is dat gewoon, kijk, ze hebben voor die cartridges gegaan. Waren heel duur, die dingen. Waren heel erg duur, en mensen konden hem daardoor, en ook beperkt. Ik bedoel, Final Fantasy is niet meer op Nintendo, omdat Nintendo bleef zitten met cartridges, en, mm-hmm. en de games gewoon veel groter werden. En, dus op een gegeven moment, ze moesten wel door naar CD, maar ze waren doodsbang voor piracy. Ja, dus zijn ze naar die kleine CD'tjes. Wat weer ten koste ging, eigenlijk ironisch, want ik ben ook, de GameCube heb ik echt hoog zitten, maar ook op de GameCube kwam wel de soortgelijke kwaal die ook bij de N64 een beetje was. Bijvoorbeeld een Final Fantasy of een GTA, die kregen we niet. PES kregen we niet. Ja, Winning Eleven in Japan, die heb je. Maar International Superstar Soccer. Ja, die was crap. En we kregen wel Final Fantasy Crystal Chronicles. Maar ja, dat was gewoon... Weet je, het voelde op de GameCube altijd een beetje alsof we een soort van special assistance nodig hadden. Third Party is ook weer gewoon dramatisch. Zo van, dude, geef me gewoon fucking Final Fantasy 10. Dan krijg ik de Crystal Chronicles. Wie zit daar? Weet je, dat wil ik niet. Ja, dat is kut. Voor mij is het altijd die Mario en Luigi... Luigi's Mansion console geweest vanwege Luigi's Mansion. En dat die game heeft... dat heb je altijd bij Nintendo. Er is altijd één zo'n game die drukt een stempel op zo'n hele hardware generatie. Ja. En dat, dat deed ze goed. Ik had ook een... GameCube. En ik moet zeggen dat ik... Ik had er echt wel een zwak voor. Ik heb er niet veel op gegamed. Heb je die Star Wars game toen gespeeld op het begin? Ja. Echt mind blown toen ik dat voor het eerst zag. Want absoluut. Mensen kunnen zich dat denk ik niet voorstellen. Ten eerste omdat je nu YouTube filmpjes ziet en dat zie je op een LCD of OLED scherm of whatever. Maar als je die shit op een CRT speelde in die tijd. Je kan het echt bijna niet voorstellen, maar... Die game zag er beter uit dan de film. Ja. Het zag gewoon vetter uit dan de film. En het speelde geweldig. En het was smooth en het had echt... Ja. En het had, de sound effects klopten. Dat was natuurlijk ook een ding. Hè? Weet je, wij van de N64 was je ook gewend. Ik speelde altijd die worstelgames. Weet je? En op de PlayStation speelde ik die worstelgames ook. En die hadden gewoon full motion video's en soundtracks. En op de N64 hadden ze gewoon een loop van 5 seconden. Ja. En een soort van JPEG slideshow. En nu ineens hadden wij die dingen van de GameCube waren 1,5 gigabyte of zo, die discs. 1,8, ja. Dus we kregen wel een beetje... We mochten wat meer, zeg maar, van Nintendo. Ja, dat CRT-argument is wel een hele goeie. Want bij heel veel van die oude games, als je die speelt... En de PlayStation en heeft er ook heel veel last van. Maar zeker ook de SNES en de NES. Als je dat aanstaat op een LCD... het werkt gewoon niet. Nee. Mm-hmm. En dat daarom vind ik het ook... Ik was laatst in een videogame museum in Cambridge in Engeland. En dat daar hadden ze ook overal echt de beste televisies uitgezocht voor die... Voor flatscreens? Gewoon CRT. Ouderwetse Sony Trinitrons en zo. Dat soort dingen. Maar dat is precies wat je nodig hebt. Ja, ja. Want het ziet er daardoor zoveel beter uit. Vooral de PlayStation 1 heeft ook van die dithering. Om een soort van nep detail aan te brengen op shaders. Van textures gebruikt. Dus dat is vaak nog niet eens. En dat ziet er fantastisch uit op een CRT. Maar kijk je dat op een LCD-scherm? Nee. Maar goed, fucking lelijk. Over de GameCube, wat ik dan toch ook datzelfde gevoel bekroop. Maar ook destijds wat ik met de N64 ook had. Van ja, we hadden bijna alles. Maar een paar games bleven ons helaas bespaard. En dan had ik met de GameCube ook, hoe gek ik ook op de GameCube nog steeds ben trouwens, want de controller is denk ik nog steeds mijn favoriete silhouet voor in de hand, behalve die gele tepel, snap ik niet. Maar ik verwachtte altijd, kijk, ik had toen ook een PS2 en daar speelde ik Vice City en San Andreas op. En dat miste ik altijd nog wel, want Nintendo leek zich ook altijd een beetje te willen distancieren van hoeren, platrijden en explosies en chaos. Ja. Ik moet wel zeggen, voor mij denk ik persoonlijk mijn favoriete game op de GameCube, dat is een tiebreaker trouwens, maar ik ga toch zeggen Metroid Prime. Dat was ook voor mij een soort van... Gaat Nintendo nou gewoon die shit wel doen? Gaan ze gewoon een shooter uitbrengen? Tenminste, iets volwassenere game. Ja. Dat was het misschien. Maar daar zat een level aan polish in die game, weet je wel. Dat is voor mij wat ik bij Nintendo altijd ervaar. Van zij gaan
zo diep af en toe in die games playtesten volgens mij. Ik denk dat het mijn favoriete Nintendo game is hoor, Metroid Prime. Hey, ik heb jullie helemaal niet gehoord over de handhelds. Ik vind Nintendo, ja. We hebben het allemaal over die consoles. Nintendo is groot geworden met de handhelds. Ja. De Game Boy is... Nou, ik denk dat er geen enkel consoleplatform zoveel van verkocht zijn als de Game Boy. De Game Boy was... Ik ben echt totaal geen handheld gamer. Echt, ik heb ze allemaal gekocht. Omdat ik ze allemaal gewoon super cool vond. PSP eruit zien, DS, Game Boy Advance. Ik heb echt alles gekocht. Gewoon omdat ik gamer ben. Ik vind het vet. Maar uiteindelijk merk ik dat ik het niet op game. Pas sinds dit jaar door de Steam Deck ben ik wel weer echt aan het portable gamen. Maar de Game Boy destijds, wat het deed bij ons. Ja, met Pokémon Red en Blue en Yellow. En Tetris. Pokémon Tetris. Zo'n fucking vette... toch wel een goede RPG dat echt door kids gespeeld wordt en echt gewoon dedicated en dan vervolgens dat je dat mee kon nemen naar school. Die kabel, die linkkabel tussen verschillende Gameboys kunnen met elkaar kon vechten, kon ruilen, dat insane. Maar, dat was serieus, ik denk dat er geen kind is te vinden van onze generatie, weet je, ik denk, weet je, ergens tussen de 40 en de 50, die niet een Game Boy had. Ja. En vooral die eerste, die Game Boy Black and White, dat sloeg in als een bom, weet je. Toen videogames waren gewoon nog niet zo geavanceerd toen dat uitkwam. Nee. En toen de Game Boy Color kwam, toen de hele wereld werd, iedereen moest een Game Boy hebben. En toen kwam de Game Boy Advanced en toen was eigenlijk die eerste Advance was echt kut. Omdat die had ook geen belichting. Hij had geen backlight. Ja. Daarom kon je hem overdag, je zag helemaal niks. De eerste Game Boy trouwens ook niet. Hè? Ik had zelf zo'n ding met een vergrootglas en lampen erin. Klopt, met nog meer batterijen, weet je. Maar die kon je nog beter zien dan de GBA Advanced. Ja, je had een extern dingetje voor de Game Boy met een lampje erop. Ja, klopt. Ja, die had ik. Ja. Echt nee, raar. Maar de Game Boy Advanced, dat was wat dat betreft, dat was echt een vergissing. Want we waren al in het mobiele telefoontijdperk en toen waren schermen van telefoons waren al backlit. Dus dat stond nergens op. Nee. En toen kwam... sterker nog, ik heb een Sega Game Gear gehad. Ik wilde een Game Boy, maar ik kreeg van mijn vader een Game Gear. En dat was van Sega. En dat was 91, denk ik, of zo. Ja. Zoiets. Ja. En dat had al een kleurenscherm. Dat had al een verlicht scherm. En dat was... Het waren niet 16-bit games, het waren Sega Master System games. Dus het waren volwaardige games waren het. Ja, en dan moet je nagaan dat Nintendo, want eigenlijk wat ze zowel met de Game Boy hebben gedaan als met de GBA ook, het was eigenlijk altijd achterhaalde hardware. Maar op software trokken ze dat weer meer dan gelijk. Kregen ze de voorsprong. Want je had op het duur zelfs de Sega Nomad. Ik weet niet of jullie die kennen. Daar kon je gewoon Genesis cartridges in stoppen. Kon je gewoon fucking Sonic 2 op spelen. Ja, maar je had in Japan had je de WonderSwan was een groot succes. Die is hier nooit uitgekomen officieel. En die was ook backlit. Die had ook 16-bit graphics. En ik weet je, die bij de Game Boy Advance... Nintendo ownt je nog steeds. Ja, maar die Advance... met die Advance hebben ze een vergissing gemaakt. En die hebben ze recht gezet met die Advance SP. Want dat werd opeens een goede... de goede handheld. Ja. Maar moet ik wel zeggen, dat kwam redelijk laat. En de overgang tussen de SP en de de DS die uitkwam. En weet je, die DS in het begin, dat was de 3DS de eerste DS? Nee. Trouwens ook even over de SP nog. Dit is de AGS 101 volgens mij. Die heeft ook echt een backlit scherm. Ja, namelijk de eerste SP, die had een frontlit scherm. Dus die had zeg maar de modus alleen uit. En dan had je zo'n soort van, dan bescheen die gewoon het scherm. Terwijl dit is zeg maar, later is er nog een nieuwe revisie gekomen. Maar ik vond de vormfactor ook gewoon perfect. Het doet heel erg denken aan die allereerste natuurlijk. Ja. Hoe die rechtop is. Want de Game Boy Advance, die was juist horizontaal georiënteerd. Deze is weer verticaal. Batterij ging ook fucking 100 jaar mee. Ja. dat weet ik niet eens meer. Golden Sun, bedoel. Kom wat? Golden Sun, die game. Ja. Dat was ook wel wat hoor. Gewoon, voor mij was het Advance Wars. Maar laten we even vergelijken. Ik bedoel... Je had natuurlijk, dit was er, de Game Boy Advance SP. De PlayStation had de PSP. Maar welk jaar? Wat echt krankzinnig veel vetter is in alle opzichten. Veel mooier. Hetzelfde jaar. Maar het komt niet in de buurt. Nee, nou jawel. Dat was niet te vergelijken. Nee, maar er waren geen games. Qua populariteit en hoe succesvol het was. Omdat er geen games waren. Dat was het probleem van Sony. Dus die PSP had een aantal... Ik weet dat ik toen in Japan zo'n witte PSP heb gekocht. En toen had ik, Virtual Strike. Hoe heet die game? ISS 98 heette anders in... Pro Evolution Soccer Winning 11. Winning 11, zo heet het inderdaad. Ja. Ik had Winning 11 gekocht. En toen kwam er heel lang gewoon niks uit. En toen was pas
was GTA. Toen kwam op een gegeven moment ook volgens mij Chinatown Wars kwam volgens mij ook daar uit. Nee, Liberty City Stories. Oh, Liberty City Stories, die kwam dus uit. Dus twee jaar tussen trouwens. Even, ja. De GBA SP komt uit 2003 en de PSP komt uit 2004, 2005. Ja. 2004 Japan, 2005 Europa. Ja, dus deze had al een voorsprong. Dus die stonden naast elkaar en PlayStation heeft nooit een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Ook met die PlayStation Vita. Fantastisch fucking hardware. Zelfs als je die vandaag de dag zou uitbrengen. Met allebei analoge sticks. OLED scherm. Ja. Maar ze supporten het gewoon niet. Nee. Nee, er waren gewoon geen games. En zelf maakten ze dat ook niet. En de één goede game, moet ik eerlijk zeggen. Die kwam bij Guerrilla vandaan. Dat was Killzone Liberation volgens mij. Die, Mercenaries ook. Die was top-down. Ja, en top Mercenaries was zeg maar hun... Nee, ik vond die top-down. Die was heel erg goed. Dat was echt een goede game. Nou, wat ik wel merk is... Bij PlayStation merkte je dan wel echt... Ging je die shit op PSP spelen? Dan voelde je... Oh, dit is een mobile game. Dit is PlayStation, maar minder ervaring. Uh-huh. En bij Nintendo had ik dat nooit. Nee. Daar voelde gewoon alsof je een volwaardig product wel aan het spelen was. Ja, ik had altijd bij die persconferenties, bijvoorbeeld op de E3, dan had je een. Er komt een nieuwe Mario game. En dan bleek het een handheld game te zijn. En dan hadden ze toch altijd een beetje van. Ah, kut. Weet je? En dat is. Ik vind het zo knap hoe Nintendo dat heeft rechtgebreid. Weet je, dat die had twee poten waar het bedrijf op leunde, namelijk mobile en console. En met die Switch hebben ze dat gewoon in elkaar geschoven. En in het begin hadden we allemaal zoiets van, ja, maar je probeert twee dingen die niet te verenigen zijn te verenigen. Maar het voordeel is gewoon dat nu op de Switch komt gewoon ontzettend veel hele goede content uit. Ja. In plaats van dat je een beetje content hebt op beide platformen, daar zie je nu. En die handheldmarkt is natuurlijk helemaal in de verdrukking gekomen door mobiele telefoons. Ja, dus wat zeker. Dat betreft, Nintendo heeft met de Switch, serieus, dat hebben ze zo goed gedaan. En zelfs... En het sociale aspect ervan, man. Ik bedoel, als ik mijn neefjes zie ook gewoon regelmatig... Zetten ze neer, allebei één kleine Joy-Con in de hand. Ja. Zitten tegen elkaar fucking Mario Kart spelen op een klein schermpje. Ja, en ook een ding trouwens, want dat hebben we natuurlijk wel eens vaker, denk ik, bewerkstelligd dat Nintendo eigenlijk speelgoed maakt en niet zozeer. En het is eigenlijk, het is een speelgoedfabrikant die games ook vanuit een soort speelgoed kijk benadert. En ik vind het mooi dat Nintendo ook risico's durft te nemen, want je hebt bijvoorbeeld de 3DS. Dat was eigenlijk ook best wel dat mensen dachten van ja, what the fuck, 3D. Dat was echt een soort XL heb je daar, hè? Ja, dit is de XL. 3DS XL. Met een lomping. Ja. Maar ja, goed. Weet je, 3D of bijvoorbeeld de Virtual Boy of de Wii U. Ze zijn ook niet bang om op hun bek te gaan. De Wii ook. Het zijn eigenlijk allemaal best wel dingen waarvan je denkt... Ja, je gaat wel als eerste iets proberen. Ja. En de Switch ook met die detachable Joy-Cons. Je hebt nu zo'n... Lenovo heeft nu zo'n Legion Go of zo. Ja, die heeft vandaag maar... Dus nu begint dat een beetje... Ja, dat mensen denken... Oh ja, dit is wel tof. Maar dat vind ik altijd vet aan Nintendo. Je weet niet echt wat ze gaan doen. Ik denk wel dat ze met de Switch nu hebben ontdekt van... Hey, wacht eens even. Wat jij net ook zegt. We kunnen gewoon... beide markten in één apparaat surfen. Ik vind het overigens jammer, hoor. Maar ik bedoel, ik snap waarom het super succesvol is... en daar moeten ze ook mee doorgaan. Maar ik heb het liefst gewoon... geef mij de meest krachtige console van Nintendo ever. Ik ga het nergens mee naartoe nemen. Gewoon alleen onder mijn tv zetten. Maar dat kan toch met de Switch? Ja, maar dan moet je twee keer de games dat de performance developen. Daar wel naar is. Dat het zowel een handheld moet zijn. Precies, als maar kijk, dan gaan ze die development kracht moeten ze opsplitsen. Dan krijg je Metroid DS en dan krijg je Metroid op de Wii bewijs. Nee, voor mij mag die hele fucking handheld shit mag afsterven. Ja, oké. Okay. Ja. Als ik mag kiezen, alsjeblieft gewoon een krachtige console. Dat was altijd de droom, zeg maar. Maar het is ook, dat vind ik ook, ik heb zelf heel erg retro gaming ontdekt. En met name al die third Jij hebt party. Het ontdekt. Ik heb het ontdekt, weet je. Al die third party hardware die er nu gemaakt wordt, weet je, allemaal AliExpress shit. Maar er zit echt hele goede dingen tussen. Je hebt iedereen geïnfluenced. Ik heb iedereen geïnfluenced met mijn Mio Mini 2. En dat. Als je gewoon kijkt dat al die hele back catalog van al die oude generatie retro games op één zo'n dingetje, dat is super vet, weet je. En ook, weet je, ik speel Advance Wars op die Mio Mini. Dat scherm is gewoon zoveel beter dan op die SP. Dat, ja, weet je, die oude shit, het is nog steeds fantastisch, maar het is tof als het gewoon behapbaar blijft op één console. Al die games, weet je, kun je alles nog een keer spelen, maar we gaan nu ergens anders heen. En dat sentiment wat hier met al deze dingen... alles wat hier op tafel staat... tegenwoordig, dat weet je... als jij een... hoe heet dat ding wat jij hebt? Die Steam Deck. Ja. Zoiets, weet je. Ik bedoel, dan speel je alles. Weet je, als ik met mijn Mio Mini van 80 euro... speel ik
alles wat eruit. Dus die hele shit is geschiedenis geworden. Ik vind het tof voor in een museum. Precies. Super cool dat ze, zoals dit soort dingen, dat ze het uitbrengen. Het is lachen, maar het is gewoon museum shit. Je wilt gewoon, je zet het neer in je. Ik heb helemaal niks met die miniconsoles hoor. Nee, omdat het emulatie is, daar ben ik er ook klaar mee. Maar dat. Ik vind dit toffer, weet je. Als je gewoon echt de originele hebt en je kan het nog aansluiten. Ja, ik heb het gewoon ook echt, omdat ik gewoon wat dat betreft wel redelijk een slaaf van Nintendo ben. Weet je? Ik ben redelijk gebrainwashed als kind. Ik vind die shit gewoon vet. Het begint al bij de verpakking, maar ik heb hier echt bijna niet op gespeeld. Nee, maar want als je dan toch een emulatie gaat spelen, nou, dan zijn er wel betere dingen om op te emuleren. Dan kan je zelf een draadloze controller pakken. En in alles is dit een inferieure Ik moet zeggen, ervaring. Ik vind dat wel een beetje. Ik vind het een mooie poging die Nintendo nu doet met al die retro consoles op de Switch. Maar ik vind de uitvoering ervan, dat is dan wel weer typisch Nintendo. Dan slaan ze daar de plank toch net een beetje mis. Dat je kan niet forced widescreen doen. Dat wil ik. Dat wil ik gewoon. Ja, kan ik ook, ze moeten de deur op een kier houden om je toch een keertje die remastered versie nog een keertje te verkopen. Ja, maar dat kunnen ze sowieso wel doen. Ik vind dat ze beter moeten omgaan met hun oude titels. Want inderdaad, dat waren die Mario games. Er waren er 3 of 4 allemaal voor de Switch. Dat was echt heel slecht. Echt heel slecht. En ze willen dan ook kijken, dat is Mario ook games, weer typisch Nintendo. Ja. Kijk, Nintendo gaat dan wel een Nintendo 64 emulator op de Switch uitbrengen met 15 games of zo. Ik heb toevallig zelf mijn Switch is omgebouwd, zodat ik gewoon zelf ROMs in die Nintendo 64 emulator kan knallen. Ja. Die ik allemaal natuurlijk heb, hè, dat weten jullie ook. Ik heb die cartridge zelf, dat heb ik net gezegd. Van niemand aan. Heb ik toch net gezegd. Maar dan kan je dus niet die shit widescreen doen, want Nintendo wil namelijk niet dat hun originele 4x3 content gestretched wordt. Dan denk ik, joh, flikker op, laat me dat zelf bepalen. Als ik gewoon Mario wil zien met een gigantische Sanka en een platte hoed, is mijn loss, weet je. Maar dat ziet Nintendo ook wel weer. Ze laten jou gewoon niet fokken met hun shit. Ja. Ik heb zoiets van... Ik vind het daarom ook tof dat ze nu... Luigi's Mansion 2 opnieuw gaan uitbrengen op de Switch. Ik ben heel erg voor het remasteren van games als ze het echt goed doen, weet je. Zoals Capcom het doet, weet je. Zo moet het gebeuren. Dat is remake eigenlijk. Ja, en gewoon remaken. Ja. Dat moet Nintendo ook doen. Ik vond zelfs... Ja, ik denk dat er ook een aantal dingen wel gewoon geremasterd waren voor de Switch. Weet je, van die Wii U games. Vond ik niet erg, kon ik gewaarderen. Was blij dat het er op de Switch was. En daar was er wel gelijk een library natuurlijk. Ja, daarom. En dat is tof. Maar ik ben heel benieuwd wat voor Nintendo de volgende stap gaat zijn. Want weet je, wij zijn al eenmaal vanwege onze leeftijd veroordeeld tot het aanbidden van dit. En van vroeger was alles beter en de paardentram. En toen, weet je had geen eens internet, maar wel een SNES. En daardoor was je hele leven... Luister, er zijn wel echt dingen, dat is gewoon niet meer. Weet je, die Game Boy met de linkkabel en hoe bijzonder dat gevoel is, dat is er niet meer. Zeg maar couch gamen met je buddies, is er niet meer. Iedereen tegen de wind in fietsen over de dijk. Maar iedereen zit gewoon niet meer. Iedereen heeft een elektrische fiets. Maar iedereen zit gewoon online thuis tegen elkaar te spelen. Nee, tuurlijk, dat zijn wel magische dingen. Die zijn er gewoon niet meer. Nee, het is absoluut voorbij. Dat is wel iets wat ik ook mis. Dan, als we dan toch nog even een mooie Nintendo herinnering ophalen over de magie van Nintendo. Ik had vroeger dus een Nintendo 64 thuis. Die had ik samen met mijn broer. Wij kochten de games altijd samen. Dus dan hadden we meer spul. En ik had twee maten. Die kwamen eigenlijk gewoon elk weekend langs. En dan hadden we 4 controllers. En er was gewoon bij ons gewoon stevast Mario Kart 64. En vervolgens gingen we GoldenEye spelen. Super Smash Brothers. En nog even Turok Dinosaur Hunter. Nou, dan jezelf volgieten met Dr. Pepper. En dat was je avond. En maar dat gewoon jaar in jaar uit. Ja, het kan vandaag de dag niet eens meer. Want heel veel games kan je niet eens meer couch co-op spelen. Nee. Maar zelfs als je zegt, hey, kom je langs. Want we gaan, weet ik veel, FIFA spelen tegen elkaar. Oké, ik zie om 8 uur online, weet je. Precies dat. Ja. Nee, ja, zonde. Ja, zonde. Mooi was die tijd. Nou jongens, we hebben bijna een uur lang geluld over Nintendo. Vroeger. Is er nog iets wat jullie kwijt willen? Om mooi mee af te sluiten. Ja, ik ben wel heel excited voor die nieuwe Switch. Ik hoor allemaal verhalen over super veel improvements in de graphics. En dat is natuurlijk, denk 4K, ik... Okay, voor 4K. Voor de echte Nintendo fanboys, waar ik mezelf al een beetje toe reken. Ik wil gewoon dat Nintendo een keer gewoon even flext. Ik wil die ader op die spierbal zien. Niet de hele tijd. Waarom zouden ze dat doen, man? Ze hoeven dat helemaal niet. Ze moeten gewoon goede games maken. Ja. Ik hoef niet eens een nieuwe Switch. Ik wil het wel. Ik vind wel dat de Switch niet meer mee kan komen qua frame rates met sommige games. Dan denk ik, ja, dat is jammer. Je merkt Tears of the Kingdom al wel. Bayonetta 3, die zit ook altijd sploeteren. En Tears of the Kingdom, dat is stotterd aan alle kanten. Tires of the Kingdom, toch? Ja, dat klopt. Ja, ik weet niet. Ik hoop gewoon dat Nintendo gewoon een keer laat zien dat ze ader op de spierbal hebben. Want ze hebben genoeg getraind met die geldzakken. Het gaat niet krachtiger zijn dan de Xbox of een PlayStation 5. Prima. Als het een handheld is die op dat level komt... Ik denk komt, dat het niet eens in de buurt komt. Als het die, want ik las iets maar over DLSS. Gaat het wel in de buurt komen. Ja. Als ze DLSS kunnen implementeren, kunnen ze met relatief weinig rekenkracht hoge framerates halen. Nou ja, ik hoop het gewoon. Nintendo, laat je fucking spierballen zien.
toe even. Jij, okay. Boris? Ja. Wil je nog iets kwijt? Nee, ik wil niks kwijt. Ik bedoel, leuk. Ik juich Nintendo door. Ik ga het gewoon een Switch 2 kopen als die uitkomt. Ik vind het vet. Ik ben eigenlijk... Ja, weet je, als je kijkt naar de huidige generatie hardware, PlayStation 5... Xbox Series X of S of whatever the fuck je ook hebt van Xbox. Maar weet je, ik vind dat Nintendo sterker en sterker en sterker is geworden. Dat Switch tijdperk van Nintendo is echt, ze zijn heer en meester, weet je. Mm-hmm. En waar die andere partijen aan het kutklooien waren met dat ze geen voorraad hadden en het was lag niet in de winkels en weet ik veel. Nintendo lachte zich helemaal drie keer in de ronde, had goede hardware, goede games. Nou, ze hebben wel echt jaren zitten ploeteren. Ik bedoel, sinds... Daarvoor, voorafgaand aan de Switch. Nee, maar echt al sinds de introductie van de PlayStation. Ja. Toch wel. Nee, toch ze hebben voor het eerst weer succes. En ik hoop dat ze die lijn voortzetten. En ik denk, kijk, de Switch is een product wat mensen snappen. Dat was bij de Wii niet zo. Of de Wii U al helemaal niet. Nee, maar die hebben wel heel veel verkocht, hè, de Wii. Echt, ja, maar de Wii U niet. En daardoor, mensen snapten dat product niet. En nu snapt men wat een Switch is. En ze hebben die twee, weet je, die twee poten samengevoegd. Weet je, de handheld en de console gaming. Ja, ik denk ook dat ze een productieproces echt... Dat is nog nooit beter geweest. Weet je, kijk, hoeveel third-party developers first-party content maken. Weet je, als je kijkt naar het niveau ervan. Dus wat was altijd een probleem? Ze konden nooit meer dan 2 games per jaar uitbrengen. Want dan was hun studiocapaciteit was op. En nu hebben ze gewoon al die externe partijen die ook dat niveau kunnen halen. Ja. Nou, dat is fantastisch. Dat hebben ze zo goed gedaan. Ja, het enige wat ze moeten doen is die Switch 2 nog backwards compatible maken. Dat, en iedereen upgrade gewoon automatisch. Denk je dat niet gebeurt? Ik denk het wel. Ja. Ja, dat ecosysteem is te makkelijk. Weet je klikt gewoon een nieuwe middenconsole. Het zou heel typisch in Nintendo zijn dat ze niet weer hetzelfde ecosysteem ervan kunnen maken en weer een nieuwe store gaan launchen. Ik neem aan dat ze dat dit keer wel gewoon goed doen. Ja, wat ik nog wel hoop trouwens ook nog even, dat is wel echt mijn closing argument voor Nintendo, want kijken ze nu gewoon mee. Tuurlijk. Mensen van Nintendo. Ja. Zorg er gewoon voor dat die hardware gewoon beefy genoeg is, dat we in ieder geval dat gewoon AAA games op alle drie de platformen tegelijkertijd launchen. Op Xbox, PlayStation en Nintendo. Maar waarom wil je dat, man? Nou, omdat Call of Duty spelen op de Switch. Nee, maar dan krijg ik nu Red Dead Redemption 1 krijg ik nu op de Switch. Ja, doe. Die heb je 2000. Dat is allemaal lekker belangrijk. Maar die hoef je toch niet op de Switch te spelen? Nee, maar ik wil als ik stel je voor dat ik één console zou willen, dat ik gewoon alles op één console speel. Dan kan dat kan dus niet. Vergeet als je een Switch hebt. Dat kan al 50 jaar niet. Dat is, laat het los. Het gaat niet gebeuren. Kijk eens hoeveel consoles hier op tafel hebben staan. Eén developer. Ik ga ze toch wel kopen, maar. Daarom. Ja. Cool. Okay. Nou jongens, dit was ons praatuurtje over Nintendo. Laat ons weten in de comments. Wat is voor jou een gouden Nintendo periode? Wat was jouw eerste Nintendo ervaring? En wat is jouw favoriete Nintendo game? We zijn reuze benieuwd. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.